Wat staan jullie er hier gezellig bij? Oh, en wat ziet het er hier prachtig uit. Ja, ik hou zo van de winter. Het ziet er altijd zo schitterend. Oh, bij Juna en Sparky, kijk eens aan. Wat fijn dat u alle bent gekomen. Ja, speciaal voor het ritueel. U weet wat u te doen staat, beste leden van de fellowship. Denkt u vast na over een wens voor uzelf of voor een ander waarvan u houdt, die u mee wil geven in het nieuwe jaar. Dan bereiden mijn leerling en ik alles voor op het ritueel, mits ik hem kan vinden. Arlène, hier moeten we zijn. Marlijn, Marlijn, heeft u die toverhazelaar nu al gevonden? De toverhazelaar? Nee, die staat in mijn magische kruidentuin. Maar ik heb wel wat anders gevonden. Marlijn, waar bent u dan? Want ik zie er geen steek. Arlène, follow your senses. Volg je zintuigen. Volg het licht en de geur van het knisperend haardvuur. Mensen. Ja, goed gezien, Arlène. De ent, die heeft mij dit waarachtig ingefluisterd. Maar Marlijn, wie zijn al deze mensen eigenlijk? Nou, goede vraag, Arlène. Dit is de Fellowship. De uitverkorenen. Zij vonden Avalon in deze koude dagen. Ze gaan ons helpen. Oh, ze gaan ons helpen. Hoe precies, Marlijn? Nou, Arlène, je bent al jaren bij mij in opleiding om alle kneepjes van het tovenaarsvak te leren, nietwaar? Ja, dat klopt. En het is soms best wel moeilijk om een tovenaar te zijn, hè, Marlijn? Het klopt, Arlène. Toveren is niet gemakkelijk. Nee, het is inderdaad moeilijk. Niet iedereen is geschikt om zich eraan te wijden. Nee, het vraagt concentratie, geduld en toewijding. Nou, ja, en vergeet het belangrijkste niet, hè, Arlène? Wat is dat dan, Marlijn? Oh, nou, een punthoed. Dat begrijp je. Het belangrijkste is een punt. Een punt? Nee, dat begrijp ik eigenlijk niet. Oh, nou, die groeit vanzelf, Arlène. Als je goed genoeg je best doet, misschien groei je dan ook nog wel een mooie baard. Een baard? Marlijn, maar hoe gaan jullie ons eigenlijk helpen? Hoe gaat u dat doen? Nou, dat kan ik wel vertellen voor de fellowship, Arlène. Ja, want ieder hier weet dat wij sinds jaar en dag op zoek zijn naar kruiden. Ja, ingrediënten voor de toverdrank om Morgana's hart te kunnen ontdooien. Ja, kijk, we zoeken dus allemaal kruiden. Dit bijvoorbeeld is... Nou, ja, Arlène, wat ik dus wilde uitleggen nog. De lijst is zoveel langer dan planten en kruiden alleen. Ja, en één van deze ingrediënten, daarvoor heeft de fellowship zich verzameld. En die gaan wij vandaag tevoorschijn toveren. Echt waar? Ja, zie het als een soort van ritueel. Marlijn, kan een ritueel dan ook een ingrediënt zijn van een toverdrank? Jazeker, yes of course. Pak de ingrediëntenlijst er maar bij. Als ik mij niet vergis, perkament 1. Perkament 1. Hoofdstuk 2. Perkament 1. Paragraaf... Ja. 6. Punt 56. Wensenvuur. Even kijken hoor. Hoofdstuk 1. Nee, niet hoofdstuk 2. Paragraaf 1. Waters en sappen. Paragraaf 2. Planten en kruiden. Oh, die ken ik. Paragraaf 3. Geuren en kleuren. Nee, paragraaf 4. Steensoort. Steensoort. Oh. Paragraaf 5. Snoepjes. Paragraaf 7, beweging en spreuk. Maar Marlijn, deze lijst is zo lang. Nou, Arlène, laten we ons eventjes focussen. Hè? Gewoon op het hier en nu. Ik heb het. Hoofdstuk 2, paragraaf 6, punt 56. Wensenvuur. Ja, heel goed, Arlène. En dat is een heel bijzonder ritueel dat slechts eenmaal per jaar uit te voeren is. Eenmaal per jaar, Marlijn. Hey, ja. Is dat zoiets als drielingskersen? Nee, niet zoals drielingskersen. Nee, veel moeilijker nog dan dat. Want hiervoor hebben we niet één kersenboom nodig, maar alle leden van de fellowship. Maar Marlijn, wat hebben deze mensen nou in godsnaam met kersen te maken? Nee, maar mijn leerling toch, deze mensen hebben niets met kersen te maken, maar we hebben ze nodig voor het recept.
Oh, Marlijn, u wilt toch niet al deze mensen in dat vuur steken? Oh. Dat past nooit, kijk. Nee, bij mijn baard, hemeltje lief, Arlen. Pak het perkament er nog eens bij en lees alsjeblieft. Wanneer de dagen het koudst... wanneer de dagen het koudst en het donkerte het langst... wanneer de drakenster op zijn vel schijnt... en de magistrale kruist op de grens tussen Avalon en Port Laguna... alleen dan zal de fellowship zich verenigen. Voor het wensenvuur. Extractum spirare vivicat. Oh, zij leveren het ingrediënt. Indeed, Arlen. Ja, en het ingrediënt dat we van jullie vragen, beste fellowship, is een wens. Een ieder dadelijk vormt een eigen wens. En tijdens het ritueel zullen we deze wensen verzamelen in ons vuur. Kijk, daarachter. Als we dan de spreuk zijn werk laten doen, zal de warmte van jullie wensen opstijgen hier over Avalon. Wauw, zoals een phoenix uit zijn as herrijst. Exact, Arlen. Hier bundelen straks goede zielen hun spirit. En daar komt, zoals je weet, goede magie uit. Dat klinkt als een hele belangrijke taak. Het is de allerbelangrijkste taak, maar dat wisten deze jongelingen al lang. Daarom zijn ze immers hier. Ah, wat goed van jullie. Ja. Maar Marlijn, als zij een wens mogen doen, hè, mogen wij dat dan ook? Nou, natuurlijk, ja. Heb jij een goed voorbeeld? Ja, ik heb er één. Ik wens, Marlijn, voor u dat we alle kruiden vinden om de toverdrank te brouwen. En zodat Arthur en Morgana voor altijd hier in Port Laguna, in Avalon, in vrede kunnen leven. Ja, nou, dat is een hele vurige zielswens, Arlen. Dank je wel. Ik hoop ook dat dat lukt. Jazeker. En dan zou ik voor jou willen wensen, hoop ik vurig, dat je ijverig studeren en enthousiasme wordt beloond. En dat je op een dag zal ontwaken en voelt dat je kleine mutsje een punt heeft gevormd. Ja. Het begin van een puntige tovenaarshoed, net zoals ik. Dat hoop ik ook. Dat zou fantastisch zijn. Dankjewel, Marlijn. Ja, alsjeblieft. Maar Marlijn, hoe weten we nou eigenlijk, hè, als straks iedereen zijn wens naar het vuur heeft gestuurd, of ze ook zijn aangekomen? Dat is een hele goede vraag, Arlen. Dat weten wij door ons vuurkruid te gaan gebruiken. Het vuurkruid. Ik mag nooit aan het vuurkruid komen. Arlen, de leden van de fellowship zijn benieuwd. Pak het er maar bij. Het vuurkruid? Het vuurkruid. Ja, het vuurkruid. Het vuurkruid. Het vuurkruid. Het vuurkruid. Pak het er maar bij. Daar komt het vuurkruid. Ja. Arlen, waar ga je naartoe? Het vuurkruid. Het vuurkruid. Bij het vuur. Het vuurkruid bij het vuur, ja. Ja. Vuurkruid. Goed zo, Arlen. Vuurkruid. Rustig. Adem in en adem uit. Beste leden van de fellowship, dit is het moment waarop we met z'n allen hebben gewacht. We gaan jullie wensen ophalen voor het ritueel. En om dat te doen, zou ik willen vragen om opperste concentratie in acht te nemen. En dat kunnen wij het beste doen door een zoemend geluid te maken van een bijtje. Zoem! Nee, van een bij, Arlen, zachtjes, zo van... Doe maar mee met z'n allen, ja. Zodat er goede concentratie is. En dan kunnen de jongelingen controleren bij de vrienden van hogere leeftijd of dat zij ook een goede concentratie hebben ingenomen. Dan gaan we namelijk beginnen. Heel goed, Arlen. Bereid jezelf maar voor. We gaan jullie wensen ophalen. Daal af in uzelf. Ga op zoek naar de vurige wensen die jullie hebben. Voor het nieuwe jaar, voor een ander, voor jezelf. Haal deze wensen op. Ze liggen verscholen in de kern van je ziel. Voelt u de wens?
Voelen jullie de wens? Neem deze wens mee. We gaan deze wensen nodig hebben voor ons vuur. Daarvoor leg allen de hand maar op het hart. Daar voelen we onze wens. Hierboven? We? Ja. Mevrouw? Ja, onze diepste verlangen brengen wij naar onze handen. En dan nemen we deze mee naar boven. En op mijn teken mogen jullie die met een mooi gebaar overbrengen naar de lucht. Zodat deze naar ons vuur getransporteerd wordt. Ja. Daar gaan we. Ook jij, Arlen, doe maar mee. Ja. 3, 2, 1. Stuur jullie wensen. Stuur allemaal je wensen naar het vuur. Oh, daar komen ze, Arlen. Snel, pak het vuurkruid er maar bij. Dan zal ik de spreuk uitspreken en gaan we kijken of dat het gelukt is. Extractum spirare vivicat. Oh. Het is gelukt. De wensen geven kleur aan het vuur, Marlijn. Alle warmte stijgt op over Avalon. Het is inderdaad gelukt. Ja, dank jullie wel, beste leden van de Fellowship. Dankzij jullie wensen en vereend kracht is het ons gelukt. Jullie wensen hebben kleur gegeven aan het vuur. Mogen uw wensen uitkomen in het nieuwe jaar. En laten we deze wensen vooral naar elkaar toe blijven uitspreken. Wauw, magisch, Marlijn. Beste leden, het gaat u allen goed. May the good spirits stay with you. Marlijn, gaan we dan nu weer op zoek naar kruiden en planten? Dat is een goed idee, maar ik zou daarvoor nog wel eerst een kopje kruidenthee lusten. Oh, mag ik dan nog één keer die uitnodiging lezen, Marlijn? Oh ja, we hebben een uitnodiging gekregen. Heel goed, inderdaad. Ja, we moeten om 7:15 in Port Laguna zijn. Ja, het is een soort van feestje, toch? Een winterfeest, een magisch winterfeest. Nou, ik heb er nu al zin in, maar nou, laten we eerst eventjes alle spulletjes netjes opruimen. Maar Marlijn, mogen al deze mensen dan straks ook komen? Dat lijkt me zo gezellig. Ja, dat weet ik niet, maar ik verwacht het wel, hè? Ja. Want ja, het was een magische uitnodiging. En magische uitnodigingen gelden altijd. Die zijn voor iedereen. Voor iedereen. Nou, oké. Goed, Arlen. Nou, tot straks dan. Allemaal. Ja, dan zien we jullie straks. Nog een wonderschone dag gewenst hier in het schitterende Avalon.